En bij mij in de studio zit Marnik de Meulemeester van Open VLD en ook burgemeester van Oudenaarde. U heeft zo'n 31.000 inwoners, bijna 32.000. Is het bij u aan de orde om te fuseren? Wel, bij ons niet onmiddellijk. Stad Oudenaarde heeft een centrumfunctie in de Vlaamse Ardennen. Het is eigenlijk hoofdstad van de Vlaamse Ardennen. Wij waren niet onmiddellijk vragende partij om fusies aan te gaan. Omdat wij natuurlijk een grote bestuurskracht hebben in de stad Oudenaarde, bestond bij ons die behoefte niet echt. Nee, maar als ik begrijp, en als we kijken naar het fusiefonds, waarbij Vlaanderen 500 euro geeft per inwoner, dan zit het plafond pas op die 40.000. Dus het had nog wel gekund. Het had zeker gekund natuurlijk, maar goed, die behoefte bestond niet en je moet natuurlijk er ook partners voor vinden. Hè. Dus Oudenaarde is omringd door relatief kleinere gemeenten, hè. Het is, waar het toch wel moeilijk lag om met de grote broer te fuseren. Er was toch wel een zekere schrik ook dus naar het aantal mandatarissen, wanneer dat die fusie zouden aangegaan worden natuurlijk. Financieel ging dat uiteraard zeer goed uitkomen, hè. Dus zowel voor de stad Oudenaarde als voor één of meerdere gemeenten die de fusie zouden aangegaan hebben met onze stad. Ja, u zei u bent geen vragende partij als Oudenaarde, maar zijn er dan geen andere gemeenten die de vraag aan jullie hebben gesteld? Wel, niet expliciet. Dus er zijn wel gesprekken geweest natuurlijk, informele gesprekken, waaruit bleek van kijk, ja, moeten we toch naar de toekomst niet kijken naar fusies. We hebben bepaald dus zeer goede samenwerking binnen de politiezone Vlaamse Ardennen, dus waar de stad Oudenaarde en vier gemeenten uit de omliggende omgeving dus daarbij zijn. Dat zou gekund hebben natuurlijk. Met vijf gemeenten is het natuurlijk zeer moeilijk om tot een akkoord te komen. Maar ik dacht dat het misschien ging lukken. Maar ik denk dat de tijd daar niet voldoende voorhanden was om uiteindelijk die onderhandelingen aan te knopen en om die tot een goed einde te brengen. Ja, maar het had gekund, een politiezone van... Het had gekund eigenlijk. En ik denk dat dat natuurlijk uniek zou geweest zijn. Dus dat niet twee gemeenten met elkaar fuseerden, niet drie, zoals we dus nu ook een hebben. Maar vijf, dat zou natuurlijk iets heel bijzonders, iets heel uniek geweest zijn. Ja. Moeten we naar een Deens model gaan, waar een minimum aantal inwoners moet zijn om te fuseren? Wel, ik denk dus dat er een belangrijke taak weggelegd is voor de volgende Vlaamse regering. Hè. Dus blijft men bij die vrijwilligheid? Of gaat men ook een bepaalde richting geven? Bijvoorbeeld het voorbeeld Denemarken natuurlijk, waar we de grens op 40.000 gelegd heeft. Nu, het aantal inwoners is ook niet allesomvattend natuurlijk. Er zijn enorm veel criteria die daarin meespelen. Zoals? Ja, dus in de eerste plaats, die gemeente of die stad heeft die bestuurskracht voldoende om uiteindelijk haar taken te doen naar de burger toe, naar klantvriendelijkheid, noem maar op allemaal. Daar moet men ook eigenlijk terdege nagaan. Dus het is niet alleen het aantal inwoners, maar er zijn veel motieven die meespelen. Dus je hebt ook gemeenten natuurlijk, dus met veel deelgemeenten daar rond natuurlijk. Er moet ook een draagvlak zijn bij de bevolking. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk zijn. Een fusie moet eigenlijk komen vanuit de basis van de bevolking. Moet een draagvlak hebben om uiteindelijk te komen tot een fusie die gedragen wordt door iedereen. En ik denk dat dat niet gemakkelijk is, dus dat dat moet aangevoeld worden. Vanuit mijn partij Open VLD zijn we altijd voorstander geweest van fusies op vrijwillige basis. Maar goed, men gaat toch naar de volgende Vlaamse regering toe eens moeten zien natuurlijk in hoeverre dat men geen bepaalde richting moet geven. Er zijn dus nu nog gemeenten met 2.000, 3.000, 4.000 inwoners. En ik denk naar de toekomst toe, de tijd staat niet stil, dat men toch iets zal moeten doen om die fusieoperatie te versnellen. Ja, een richting geven, zegt u. Wil dat dan zeggen dat men toch een verplichting zou moeten overwegen en dus moet afstappen van die vrijwillige basis? Misschien had dat er ooit moeten van komen. De vorige fusieoperatie bestond in 1976. We zijn er al ver voorbij natuurlijk. Dat was een verplichte operatie. En die heeft een bijzonder bittere nasmaak gegeven. Inderdaad. Lange tijd. Die fusieoperatie heeft natuurlijk ook een aantal onnatuurlijke fusies met zich meegebracht, die zich de dag van vandaag nog altijd laten voelen. Dus men moet toch wel voorzichtig zijn met dat verplichtend karakter. Dus ik denk... Op basis van die vrijwilligheid zou ik zeggen,
akkoord, maar misschien moet men toch een aantal incentives geven, een bepaalde richting geven waarbij dat die fusieoperaties toch kunnen versneld worden. Zij het nog altijd dus dat er een draagvlak moet gevonden worden bij de bevolking, bij gemeenten dus die willen fuseren. Want wanneer dus dat het geen draagvlak heeft, dus dat de bevolking daartegen gekant is, denk ik dat dat geen goede zaak is. Ja. En zal zeker geen succes hebben op die fusie die kan doorgaan. De laatste vraag nog heel kort. U staat als burgemeester heel dicht bij die bevolking. Hoort u dat wel eens, dat mensen eigenlijk niet gewoon zijn voor een fusie? Mensen hebben misschien wel schrik om hun identiteit te verliezen, ja, hoe klein hun gemeente ook is. Ik voel dat wel, want uiteindelijk het lokaal bestuur, dus de steden en gemeenten, burgemeester in de eerste plaats, staat toch wel heel dicht bij de bevolking. En er zijn heel veel gevoeligheden, omdat die mensen in die gemeenten, en dat hoor ik toch wel dikwijls, dicht bij hun mandatarissen staan ook. En ze hebben soms schrik dus dat ze in een groter geheel gaan terechtkomen. Hè? Dus die dan die identiteit en die eigenheid, dat dreigt verloren te gaan. Dus er is wel schrik vanuit de bevolking om dat te verliezen. En daarom denk ik dus dat men oordeelkundig moet te werk gaan. Dat men niet gehaast mag te werk gaan en dat men eigenlijk eerst goed moet nagaan wat precies leeft bij de bevolking. Een volksraadpleging is in deze toch wel aangeraden. Zou ik ten eerste aanbevelen om een keer te peilen wanneer dat men een fusieoperatie eigenlijk wil doen. In hoeverre dus dat een draagvlak heeft. Oké, en zo zachtjes aan de bevolking warm maken. Klopt. Dankjewel, Marnik de Meulemeester van Open VLD. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.